Minutes nummer 1507 met een uitzending van vandaag 25 december 2018. Dit is het bulletin van dinsdag, eerste kerstdag dus. De data zijn vandaag meerdere SSTV-plaatjes automatisch schakelend. Daarna is er nog een test in DRM, niet DMR dus, maar DRM dus net als gisteren. Daar heb je net als gisteren weer het programma QSSTV voor nodig. Ja, wat zal ik de uitzending van vandaag eens brengen? Het is eerste kerstdag, rond de tijd dat veel mensen aan tafel zullen zitten. Veel mensen zullen er dus wel niet luisteren, misschien achteraf. Maar ik wil daarom niet één van de delen van de vervolgseries brengen vandaag. Een bespiegeling van het afgelopen jaar maken dan misschien. Maar ik heb aan de andere kant al best wel veel bespiegeld de laatste tijd. En er valt volgens mij ook helemaal niet zoveel te bespiegelen. Ik heb veel drukker gekregen met mijn werk het afgelopen jaar. Dat betekent dat ik minder tijd voor de hobby heb. De uitzendingen, toen ik ze nog op de repeater deed, kostten om allerlei redenen veel meer tijd dan nu. Maar met name sinds oktober was mijn werk erg druk. Dus die extra tijd heb ik ook nog niet in de radiohobby kunnen stoppen. Dat moet het komende jaar eigenlijk wel anders. Ik besefte een paar weken geleden dat ik best veel spullen voor bouwprojecten, zelfbouwprojecten van dit jaar heb gekocht. Maar dat ik de meeste ervan dus gewoon nog niet gebruikt heb. Bij I3XTV, mijn belangrijkste bouwproject, ligt volgens mij nog vrijwel precies zo bij als een jaar geleden. Het enige wat ik eraan gedaan heb is de boel beter afschermen tegen het nieuwe kattengespuis dat af en toe door dit huis heen sluipt. Ik zei pas geleden wel dat de meest in het oog springende gebeurtenis van het afgelopen jaar de gang van de hobbyscope-repeaters naar internet was van de Daily Minutes. Maar helemaal waar is dat ook niet, want er zijn al andere dingen gebeurd. Een andere belangrijke gebeurtenis is het starten van Slow Scan Radio van afgelopen zomer. De uitzending op de Korte Golf met iedere week een hoop SSTV-beelden. Dat programma levert vaak heel leuke reacties op. Wat ik volgend jaar vanwege de toenemende drukte wil proberen is iets wat tot nog toe bijna nooit nodig was. Ik wil een betere scheiding maken tussen mijn zakelijke tijd en privé. En ik moet mijn werk beter verdelen over de verschillende zakelijke dingen die ik doe. Lopen mij vaak door elkaar heen doordat mijn werk ook aspecten van de zendhobby bevat. Ik heb lang geleden hetzelfde wel eens geprobeerd, zo'n scheiding. Dat was toen makkelijker. Mijn huidige kantoor was toen nog woonkamer. Boven had ik een werkkamer waar ik meestal niet werkte, omdat het dus winters te koud was en zomers te warm. Wel stond er een desktop-pc en met dingen als een flatbed-scanner en mijn printers. Mijn werk deed ik gewoon vanaf de eettafel in wat toen mijn woonkamer was met een laptop. Dat zou nu dus niet meer kunnen. Meestal heb ik 3 of 4 beeldschermen voor me staan als ik aan het werk ben. Enfin, ik hoop daarmee dan ook weer wat meer tijd voor de zendhobby vrij te maken. Ik heb het meestal niet over concrete plannen die ik heb. Planningen lopen bij mij meestal totaal anders dan dat ik verwacht. Het een gebeurt sneller, het ander is later klaar. Ik ga dus niet mijn zelfbouwprojecten die ik onder handen heb beschrijven. Ik heb het al vaker gezegd, ik wil de humor weer terug in de Daily Minutes. En dat wil nog niet zo erg lukken momenteel. Dat is wel jammer, maar goed, uiteindelijk zal het wel een keer lukken. Iets waar ik al langer over nadenk is het opnieuw gaan inzetten van een mailinglijst, maar ik twijfel daar nog over. Ik heb nadat ik in 2006 opnieuw met de zendhobby begon, een aantal jaren meerdere van die lijsten gehad. En Kim Elliott van het programma Shortwave Radiogram, die net als ik data op de Korte Golf uitzendt, die heeft ook een mailinglijst. Wat ooit vaak met mailinglijsten gebeurde, zit tegenwoordig vaak op sociale media, met name Facebook. Ik schrijf vaak Facebook, dat geeft wel een beetje aan hoe ik over die site denk. Ik ben er nog niet uit of ik dat doe, die mailinglijst. Voor een wekelijks programma is dat veel prettiger, omdat je dan 2 dagen voor het programma begint je mailing kunt versturen. Maar je kunt bij een dagelijkse uitzending niet elke dag een mailing versturen. Kijk, zo'n mijmerend heb ik toch ineens al een hele tekst bij elkaar gepraat. Ik heb een deel van mijn kersteten, een maaltijdsalade al gehad. Dat was vrij veel. I almost feel like a stuffed chicken right now. Ik heb de soep en de maaltijdsalade maar omgewisseld. Vanavond heb ik dus cherry tomaatjessoep en mijn favoriete toetje bitterkoekjespudding. En ik heb alcoholvrije wijn. Wat echt apart is, is dat je die wijn ook bij je ontbijt kunt drinken zonder je bezwaar te voelen. Een heel fijne afsluiting van de eerste kerstdag gewenst en een heel goede tweede kerstdag. De SSTV-afbeeldingen vandaag zijn kerstkaarten van rond de eeuwwisseling van 1900. Die met de 4 katten is inderdaad een kerstkaart uit de Victoriaanse tijd. 4 SSTV-afbeeldingen in PD120 en daarna nog een DRM-afbeelding, die is vrij fors. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
En microfoon naar retour.